Ja, hier bij ons staat dan Richard Vlug, de trainer van ODM 59. Ik denk dat jullie tevreden mogen zijn met een puntje vandaag. Tevreden mogen zijn? Nou goed, ik ben sowieso tevreden. We hebben 5 wedstrijden op blijven verloren. Gaat niet in je koude kleren zitten. Maar ik denk dat er wel 1-2 momenten waren vlak voor rust. Ja, een hele mooie aanval. Ja. Dan kan je ook 1-0 winnen. Ik vond dat we voor rust eigenlijk helemaal niks weggaven. Ja, aan de andere kant, je kan de laatste 5 minuten wordt er bij ons, we halen een balletje van de doellijn. En in de fase waarin wij zitten, kan die er ook in gaan. En dan heb je 2,5 uur met de bus terug en dan is het weer. Ja. Dus ik denk al met al, een gelijkspel was gewoon de uitslag. Veel mensen die zeggen hier aan de kant ook, Odin, die kwam hier om een puntje te halen, minimaal. Dus ik speelde om tenminste een gelijkspelletje. Nou ja, ik speel altijd om te winnen, maar... Kijk, ik stel 2 buitenspelers op, een 10 en een 9. En ik heb opkomende backs, dus ik speel altijd wel om te winnen. Alleen in de eerste helft word je gewoon teruggedrongen door FC Groningen. En dan sta je eigenlijk met z'n allen een beetje te verdedigen op je eigen helft. Nou, dat is de kwaliteit van Groningen. Het zijn allemaal wat meer getalenteerde spelers dan wij hebben. Ik haal ze toch uit de tweede klasse, uit de eerste klasse vandaan. Wij hebben geen financieel budget. Dus ik moet een beetje slim scouten. Nou, ja, dan zit er eigenlijk kwaliteitsverschillen tussen de spelers en dan word je teruggedrongen. Ik denk dat we de tweede helft wat beter aan voetballen toe kwamen. Ja. Zonder overigens echt kansen te creëren, want dat is nog een stadium verder. Ja. Nou ja, op dit moment ligt dat niet zo heel erg makkelijk binnen de mogelijkheden. Nee, jullie maken 1 goal, maar dat was echt terecht buitenspel, hè? Weet ik niet, jij hebt de beelden. Was het echt buitenspel? Want, ja, het was echt terecht buitenspel. Oké, die gozer die je maakt, die dikke, die zei dat het niet zo was. Ja. Maar goed, die liegt wel meer. Hè? Dus die krijgt van mij een boete. Want voor hetzelfde geld doe ik hier een uitspraak natuurlijk dat we genaaid zijn. Maar als het buitenspel was, was het buitenspel. Dus jammer. Ik stond al te juichen. Ja, maar jullie speelwijze vandaag, echt massaal terugtrekken. Had Groningen ontzettend moeilijk mee, hè? Maar mijn speelwijze is niet alle terugtrekken. Want sterker nog, ik zet mijn voorstopper in de spits. Dus ik laat verdedigend. Ik zit achterin Hulleman, dat is meer een voetballer. Dus eigenlijk wil ik meer gaan voetballen. Ik heb zelf zoveel wedstrijden gespeeld dat het plan was om aan te vallen en dan word je teruggedrongen. En ik heb ook wel eens meegemaakt dat het plan is dat je een beetje behoudend speelt en inzakt. En is de tegenstander zo slecht dat je alleen maar aan het aanvallen bent. Het is heel simpel, als wij in de verdediging terechtkomen, komt dat omdat de tegenpartij meer kwaliteit heeft en ons terugdringt. Nou, we zijn geen Sinterklaas, dus ik had een goede organisatie neergezet en dat hebben die jongens uitstekend uitgevoerd. En ik vond het van onze kant, ben ik wel heel tevreden. Kunnen jullie verder mee dit seizoen? Ik moet sowieso verder natuurlijk het hele seizoen. Ja. Maar, van die 5 wedstrijden die we verloren hebben, hadden we Maghreb lachend moeten winnen. We hebben heel veel kansen gehad. We hebben DVS ongelukkig verloren, hadden we gelijk moeten spelen. Harkema verdiend verloren. Quick Boys verdiend verloren, maar weliswaar maar 1-0. En Jong Almere was 2 maten te groot. Dus ik denk dat we 4 puntjes meer hadden moeten hebben. En als dat gebeurd had geweest, dan had het helemaal terecht geweest. En dan staan we een beetje net boven de alleronderste regionen. Ja. Nou, als ik daar op het eind van het jaar sta, hebben we een wereldprestatie geleverd. Ja, maar ik denk als je het bekijkt, er zit heel weinig kwaliteitsverschil in deze derde divisie, denk ik. Niet iemand die er met kop en schouder bovenuit steekt, niet een ploeg die echt onderaan bungelt. Ik denk dat het een hele spannende competitie gaat worden. Ja, ik ken niet alle ploegen. Ik vind Spakenburg staat natuurlijk bovenaan. Dat zal normaal gesproken de beste ploeg moeten zijn. Ik ben zelf wel een fan van de speelwijze van DVS 33. Ja. Vond ik vorig jaar ook een hele mooie ploeg om te zien. Maar daar hebben wij gewoon goed tegen gespeeld. Ik denk wel dat als die jong elftallen echt gas geven, dus echt gewoon ook spelers van het eerste mee laten doen, dan denk ik gewoon dat die jong elftallen gewoon bovenaan meedraaien. En daar ben je een beetje afhankelijk van. Je hebt geen idee tegen wie je speelt als je tegen die jong elftallen moet spelen. Ja. Nou, dat is lastig inschatten. Ja. Maar als die deze competitie heel serieus nemen, vanuit het hoofdtrainerschap, ja, dan zijn dat toch wel hele goede ploegen, moet ik zeggen. Ja, maar dat is niet de intentie natuurlijk. Hè? Het was er niet van Jong FC Groningen om veel spelers van het eerste mee te laten doen. Af en toe gebeurt dat eens een keer, maar niet vaak. Nee, maar ik denk wel dat ze de competitie wat serieuzer nemen. Hè? Dat is Jong Almere vorig jaar op een gegeven moment troosteloos onderaan. En dan zie je dat ze de laatste 12, 13 wedstrijden een serie neerzetten van 30 punten, geloof ik. Ja.
om toch dat lijfsbehoud. En ik denk dat ze dit jaar wel iets meer hebben van, hey, we nemen die competitie toch wat serieuzer. En, heb je met Jong AZ gezien vorig jaar in de tweede divisie? Ja. Die namen het echt wel goed serieus op. Nou, dan zijn het, ja, dan zijn het wel, wel mooie ploegjes om te zien, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is een prachtige competitie, denk ik. Ja, 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 het is... ja, weet je, kijk, ik moet roeien met de riemen die ik heb. Ja. Op zich ben ik wel tevreden met mijn roeien, maar... ik ben toch vaak met een, ja, laten we zeggen, via Cinquecento tot een BMW aan het racen. Maar, ik moet zeggen, er lopen bij de tegenpartij ook wel die de Ruiter van DVS, Bakkenes van Dovo. Ja, ik kom soms wel spelers tegen dat ik zeg van, ja, dat vind ik wel leuk om te zien als trainer. En dat kan, ja, ik ben voetballiefhebber. Ja. En soms merk ik dan wel dat ik gewoon respect heb voor dat soort spelers. Vind ik gewoon leuk om te zien. Dank je wel, een goede terugreis. Ja, ik denk dat het... kijk, we hebben tegen Harkma dik verloren. Toen was het op zich nog wel gezellig in de bus. Maar ik denk dat vandaag bij ons wel gewoon de bier op tafel staat. En dat er wel gezongen wordt, dus dat komt wel goed. Als je beneden kijkt in de kantine, dan staat de bier al op tafel. En een lekkere vette hap erbij, ja, dus dat moet kunnen, ja, toch? Ja, nee, mijn groep is top. Ik bedoel, dat is de kwaliteit van Odin. Daar pakken we punten mee. Die jongens die... ja, dat is ook wel weer leuk. Hè? Ja, ik zelf als speler had ik daar wat meer moeite mee in de bus. Maar 2 weken geleden als trainer, ja, dan moet je eigenlijk ook wel lachen. Dat je denkt, van, ja, het is uiteindelijk maar een spelletje. Ja, en, ja dus nou, de busreis wordt wel gezellig. Dank u wel. Oké, geen dank.